Vandaag is ons boek klaar, No Surrender, MC World, No Rules, No Limit. En als je die tekst uitlegt bij de politie of je legt die tekst uit bij het Openbaar Ministerie, dat betekent dat we buiten de wet treden en wetoverschrijdend zijn. Maar als je het in NS-woorden uitlegt, betekent het dat er geen limiet staat op aantallen brothers, op grensoverschrijdend werk, landen, etc. Ik wil graag het woord geven aan Gijs van Bob. Hier komt Gijs. Ja, ik wil jullie ontzettend bedanken, ook namens Bob, dat we dit voor elkaar hebben mogen boksen met elkaar. En ik wil eigenlijk het allereerste exemplaar uitreiken aan Henk. Ja, bedankt, hoor. We gaan een klein feestje bouwen. No surrender! Henk, gefeliciteerd. Naast de eigen Real Life Soap heb je nu ook een eigen boek. Maar ik niet, de club. En de Real Life Soap is wat persoonlijker. Het is van mijn familie en van de club. Maar dit is puur van de club. Hier staat geen familielid in. Behalve mijn zoon nog. Als fotograaf is dit natuurlijk ook wel een beetje porno, hè? Zo'n club, mannen, tattoos, motoren. Ja. Toch, het is een beetje voyeuristisch. Dat is ook... tv, toch? Ja, maar goed. We heet ook Flies on the Wall, hè? We doen graag een inkijk waar anderen niet komen. Is het boek ook te koop? Kunnen we het ergens kopen? Ja, het is voorlopig even via de website D33 publicaties te koop. En het zal na verloop van tijd ook in de winkel komen te liggen. Wat kost het? €50. Wat volgt er nou verder? Een eigen parfumlijn? Een reality soap heb je al? Kledinglijn? Ja. Nou ja, een parfumlijn, wat is te grottig? Misschien het lezingencircuit hier nu? Ja, lezingen, dat lijkt me wel wat. Ik wil mensen wel wat leren over hoe ze een bedrijf moeten runnen. Ja. En hoe ze een bedrijf moeten aansturen. Dat heb ik vroeger gedaan natuurlijk, maar het verschilt ook niet veel van de motorclub. En ik heb wel wat meegemaakt, denk ik. Dus ja, wat dat betreft, mensen kunnen me altijd uitnodigen. Is iedereen nu verplicht van de club om dit boek ook aan te schaffen? Nee, dat is niet verplicht. Maar kijk, als je bij zo'n grote club zit en je bent echt een diehard, dan kan het bijna niet ontbreken dat jij s'avonds op een party zit en even aan de buurman laat zien hoe mooi de club eruit ziet. Het is niet zo dat je een bad standing krijgt als je het niet aanschaft? Nou, dat overweeg ik nog.